Henry Ory en Fidelia Gran Galong zijn vandaag beëdigd tot de nieuwe gevolmachtigde ambassadeurs in respectievelijk Frankrijk en Ghana. President Santokki gaf na de beëdiging aan dat de ambassadeurs de kracht van het Surinaamse volk vertegenwoordigen op hun standplaats. Het staatshoofd had voor de nieuwe ambassadeurs de volgende boodschap. Aan u de taak als ambassadeur van Suriname in Parijs om deze bijzondere relatie verder uit te breiden en uit te diepen. In dit kader kunnen onder meer mogelijkheden worden geïdentificeerd voor ondersteuning in zaken klimaatfinanciering, technologische ontwikkeling en het aantrekken van investeringen. U zult in het bijzonder op een proactieve manier moeten werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Ghana. Voort zult u investerings- en handelsmogelijkheden van Suriname op diverse fora uitdragen, zodat die omgezet kunnen worden in ondersteuning voor het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Naast het uitbreiden van de culturele banden zult u zich ook moeten inzetten voor het uitbreiden van de samenwerking met Ghana. De ambassadeurs gaven aan dat ze hun ambassadeurstaken naar eer en geweten zullen uitvoeren. Ja, ik heb mijn opdracht begrepen. En wij zullen, ik zal het niet alleen doen, ik zal het samen doen met Suriname. Want als je daar bent, heb je Suriname het meest nodig. Alle ministers die hier zijn en die niet hier zijn, we hebben u nodig om het werk goed te doen en Suriname weer op de kaart te plaatsen waar wij het moeten plaatsen. In cultuur, economie, educatie, ook politiek internationaal. Want wij weten wat netwerken betekent. Uw opdracht is duidelijk. Ik wil twee belangrijke doelstellingen benadrukken. Verstevigen van de economische slagkracht van Suriname door enerzijds de Franse markt actief te bewerken met als doel de Surinaamse export naar Frankrijk te versterken. Het ondernemen van Surinaamse bedrijven in Frankrijk te stimuleren en de Franse toeristen en investeringen naar Suriname aan te trekken. En anderzijds samen te werken met Franse partners op het vlak van wetenschap en innovatie. Henry Ory vertrekt medio februari naar zijn standplaats Frankrijk en Gran Galong gaat in de maand maart naar Ghana.